In dit filmpje wil ik iets uitleggen over Z modulo 5Z. In het dictaat en in het college wordt gedefinieerd wat dat is. En het is een voorbeeld van de quotientverzameling bij een equivalentierelatie. Nu is het zo dat vaak als je wiskundige constructies voor het eerst ziet, als je er kennis mee maakt, dan zijn ze heel ingewikkeld en moeilijk te doorgronden. En wat er dan moet gebeuren is een eenvoudig voorbeeld bestuderen, waarin de essentie van de hele constructie niet verloren gaat. En een voorbeeld hier is de constructie van het eindige getalsysteem Z modulo 5Z. Dus we gaan het hebben over quotientverzamelingen bij equivalentierelaties, maar aan de hand van een simpel voorbeeld. En in dat voorbeeld nemen we de verzameling Z. Dat is de verzameling waar de equivalentierelatie op leeft. En de equivalentierelatie zelf is de volgende. A is congruent met B modulo 5, precies dan als er is een M. Oh, ik denk dat dat gaat als een subscript in ons college. Er is een M in Z waarvoor geldt B min A is 5 keer M. Dus met andere woorden, A en B zijn congruent modulo 5 als het verschil een vijfvoud is. Dat is wat hier precies staat. We kunnen nagaan dat dit een equivalentierelatie is. Dat is misschien een goed idee om dat even te doen. Wat moeten we dan nagaan? Wel, equivalentierelaties die moeten voldoen aan reflexiviteit. Het moet reflexief zijn. Dat betekent dat voor elke a dat die congruent is met zichzelf. Wel, wat betekent dat? Dat a min a een vijfvoud is, maar 0 a min a is altijd een vijfvoud. Het is 5 keer 0, dus dat klopt. Reflexief is goed. Symmetrisch moet die zijn. Wel, wat betekent dat? Dat betekent dat als A congruent is met B, dan moet ook B congruent met A zijn. Je moet ze van plek kunnen verwisselen. Er moet symmetrie zijn. Maar als B min A een vijfvoud is, dan is A min B, dat is het tegenovergestelde van B min A, dat is 5 keer min M, zeg maar. Dat is ook een vijfvoud, dus dat zit ook goed. En dan komt eigenlijk de meest interessante conditie op een equivalentierelatie, dat is de transitiviteit. Hij moet transitief zijn. Wel, dat ga ik misschien dan maar even uitschrijven. Stel B A is congruent met B en B is congruent met C. Wat weten we dan? Dan weten we dat er een M is, zodat B min A is 5 keer M. En we weten dat er een N is, natuurlijk een geheel getal N, zodat C min B is 5 keer N. En wat we nu willen zien is dat A congruent is met C. Wel, als we deze twee identiteiten optellen, dan wat krijgen we dan? We krijgen B min A plus C min B. Dan valt de B eruit en dan krijgen we C min A is 5 keer M plus 5 keer N. En dat is 5 keer M plus N vanwege distributiviteit. En we zien dus dat C, dat A congruent is met C. Dus die transitiviteit is ook goed. En we hebben nu nagegaan dat dit een equivalentierelatie is. Oké. Dan de volgende stap is dat we kijken naar het begrip equivalentieklasse. Als we nu een A in Z nemen, dan hebben we de equivalentieklasse van A, dus voor alle voor A in Z, definiëren we de equivalentieklasse van A, dat zijn alle B in Z, waarvoor geldt A congruent B. Dat is in dit geval toegepast wat het in de algemene situatie zegt. De equivalentieklasse van een element, dat zijn precies al die elementen van de verzameling die equivalent zijn met je A. En in dit geval, wat betekent, ja, hier staat wat het betekent. Het zijn al die B's die een vijfvoud schelen van A. Dus we kunnen nu een keer de equivalentieklassen die hier zijn, laten we er een paar voorbeelden doen. De equivalentieklasse van 0, dat zijn alle gehele getallen die deelbaar zijn door 5. Dus dat is de B in Z, waarvoor geldt er is een M in Z
B is 5m. En als je dat uitschrijft, dan krijg je 0, 5, 10, min 5. Dat ziet er zo uit. En zo kunnen we ook de volgende, we kunnen de equivalentieklasse van 1 bekijken. Wat verandert er dan? Wel, dan verandert hier alleen dat hier 5m plus 1 komt. Want de b min 1 is een vijfvoud, dan breng ik de 1 even naar de andere kant. Dan komt er dit. En dat betekent dat deze verzameling precies eentje opschuift. Dat komt hier 1, 6, 11 enzovoorts. En hier min 4 en naar links ook. En nou ja, we kunnen naar 2, de equivalentieklasse van 2. Dan komt hier 5m plus 2. En dan gaan we hier met 2, 7, 12 enzovoorts. 3, dan komt hier plus 3 en dan komt hier ook weer eentje bij, 8, 3 enzovoorts. 4, dat is 5 fouten plus 4, 4, 9 enzovoorts. En nu komen we bij de equivalentieklasse van 5, maar daar krijgen we 5 fouten plus 5 en dat zijn gewoon weer de 5 fouten. Dus die is hetzelfde als de equivalentieklasse van 0. En die van 6 gaat gelijk zijn aan die van 1, die van 7 gelijk aan 2. Ook als ik bij min 1 zou gaan beginnen bijvoorbeeld, min 1, de equivalentieklasse van min 1, dat is niet anders dan de equivalentieklasse van 4, want die twee schelen 5 en dan is de equivalentieklasse hetzelfde. We zien hier bijvoorbeeld ook heel mooi dat er precies 4 5 equivalentieklassen zijn, van die van 0, 1, 2, 3, 4, dat zijn ze allemaal. En de doorsnede van twee equivalentieklassen die verschillend zijn, is altijd leeg. Ze zijn disjunct. Dus er zijn precies 5 equivalentieklassen. Ze zijn disjunct. En hun vereniging is de verzameling waarmee we begonnen. Dus, nou, dat is het wat er in dit geval uit het begrip equivalentieklasse komt. Nu komen we toe aan waar het eigenlijk om ging, om de quotientenverzameling. De quotientenverzameling in dit geval, die noteren we als z modulo 5z. En dat is de verzameling van equivalentieklassen, waarbij de A z doorloopt. Dus hier schrijven we gewoon zeg, het is de verzameling van equivalentieklassen. Maar in dit concrete geval hebben we al die equivalentieklassen bepaald en gezegd welke het precies zijn. Dus het is dit. En 4, dat zijn ze precies. En hier zie je duidelijk aan dat het een verzameling is met 5 elementen. Elk element is een behoorlijk ingewikkeld concept, want dat is een van deze verzamelingen. Dat is zelf dan een oneindige verzameling. Maar goed, dat geeft niet. Dat is juist het hele idee dat wat die elementen precies zijn, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat er precies 5 zijn. Goed, nou zou je je af kunnen vragen, waarom doen we dit? Waarom doen we dit wel? Het antwoord op die vraag dat ik hier wil geven is dat dit een mooi getalsysteem is. Is een mooi getalsysteem. Daar zit een optelling op. En om die verschillend te laten zijn van de optelling op z, doe ik daar een 5 aan als subscript. En een vermenigvuldiging met een 5. In het dictaat staat een stelling die zegt dat als een operatie op een verzameling compatibel is met de equivalentierelatie die je bekijkt, dan induceert deze operatie een operatie op de quotientverzameling. En het gaat er dus om dat plus en keer op z zijn compatibel met deze equivalentierelatie, modulo 5. Ja, laten we uitschrijven wat dat precies is voor één van die twee operaties dan. Dus wat betekent dat? Laat ik hier een
dubbele punt zetten dan. Als A, B, C, D in Z zijn en A is congruent met C en B is congruent met D, dan is A keer B congruent met C keer D. En het past nog op de regel, A plus B is congruent met C plus D. Dat is wat die compatibiliteit betekent. En dit is iets wat ik nu niet naga, je kunt het gewoon uitschrijven. Het gaat om het gevolg daarvan. Het gaat erom dat de stelling in het dictaat zegt, dan zijn er unieke operaties plus 5 en keer 5 op deze quotientverzameling, zodat voor alle AB in Z het volgende geldt, dat als je de klasse van A bekijkt en je doet de plus mod 5 operatie daarop met de klasse van B, dan is dat gelijk aan de klasse van A plus B. En let wel, deze plus is gewoon de plus in de gehele getallen. En deze plus is iets heel nieuws. Dat is een operatie die we op deze verzameling met 5 elementen aan het doen zijn. Dat is wat het dictaat zegt. En we hebben ook voor de vermenigvuldiging een dergelijke regel. Als ik de klasse van A wil vermenigvuldigen met die van B, dan is dat gelijk aan de klasse van A keer B. Eigenlijk is het een beetje een wonder dat zoiets kan. Laten we eens kijken wat eruit komt als we zo'n vermenigvuldiging gaan doen. Wat is eigenlijk het recept voor deze operatie op die quotientverzameling? Wel, het gaat als volgt. We kiezen een A en een B. We gaan twee kiezen, laten we zeggen 4 en 2 bijvoorbeeld. Dus we doen 2, willen we vermenigvuldigen met 5 met 4. Dan kunnen we het volgende doen. We kunnen die 2, dat is deze verzameling, van alle vijfvouden plus 2. We mogen daar een willekeurig element uit trekken, want die 2, hè, als ik een A uit 2 neem, dan betekent dat precies dat A een vijfvoud is. A is 5 keer m plus 2 voor een of andere m. En als ik een B uit die klasse met 4 trek, dan krijg ik B is 5 keer n plus 4 voor een of andere n. En wat hier staat is dat ik nu de A en de B die ik zelf mag trekken met elkaar vermenigvuldig en daar de klasse van neem. En laten we het eens een keer doen. We kunnen gewoon A is 2 en B is 4 nemen. Dan krijg ik 2 keer 4 en dan de klasse modulo 5. Nou, welke klasse is dat nou? 2 keer 4, dat is 8 als geheelgetal. Dat is 5 plus 3. Dus als we het in deze beschrijving weer willen opschrijven, dan is dat de klasse met 3. Het zijn de vijfvouden plus 3. Het zijn precies die getallen die na deling door 5 rest 3 opleveren. Dus dit is 3. Die 5 die hoort daar niet. Zo. Maar we hadden ook een andere A en een B kunnen kiezen. We hadden ook kunnen zeggen van ja, het moet ook gelijk zijn aan als ik een andere neem. Dus laten we hier eens m is min 1 nemen, dan krijg ik min 3. Min 3 keer. En in de B, dan moeten we de vijfvouden plus 4 doen. Laten we daar eens 9 nemen. Dan krijgen we hier min 27 en daar de klasse van. Nou is dat inderdaad ook, die is gelijk aan die, want dit is ook een vijfvoud plus 3. Het is namelijk min 30 plus 3. Daarom zijn die twee gelijk. Dat is het feit dat je dat de operaties plus en keer op z, op die quotientverzameling, operaties induceren. Het betekent precies dat het niet uitmaakt welke representanten je uit die equivalentieklasse trekt om de operatie te doen. Dan kun je toch nog steeds de vraag stellen, waarom zo ingewikkeld? Kunnen we niet gewoon zeggen, als alles waar we op uit zijn is om een getalsysteem met 5 elementen te maken, en we hadden ook gewoon kunnen zeggen van, nou, waarom definiëren we niet z modulo 5z is, en nou nemen we gewoon de verzameling van gehele getallen tot en met 4.
En we doen als operatie de plus met a plus 5b is a plus b mod 5, waarbij dit betekent de rest na deling door 5 van die som. Dus dat is rest na deling door 5. En idem voor de vermenigvuldiging hadden we dat kunnen doen. We hadden ook de vermenigvuldiging kunnen definiëren als vermenigvuldig en neem dan de rest na deling door 5. Waarom? Het levert hetzelfde plaatje op. Het levert exact op notatie na is het hetzelfde getalsysteem als met de equivalentieklasse. Maar met die equivalentieklasse volgt volkomen gratis dat niet alleen krijgen we die operaties op de quotientverzameling, maar ook de eigenschappen van die operaties. Dus de operaties in Z plus en keer, die hebben heel veel eigenschappen. Ze zijn commutatief, associatief, de een is distributief over de ander. Dat volgt gratis en voor niks voor de constructie met quotientverzameling. Terwijl als je het zo doet, dan moet je hard werken. Goed, dan nog een kleine toepassing van dit soort rekenen. Jullie zijn allemaal wel bekend met de 9-proef. Wanneer is een getal deelbaar door 9? Dat kun je makkelijk zien als het in het decimale stelsel is geschreven, want je neemt de som van de cijfers. En als dat deelbaar is door 9, dan is het getal deelbaar door 9. En als het niet deelbaar is door 9, dan is het niet deelbaar door 9. Opgave aan de deelnemers. Gebruik z modulo 9z om een bewijs om de 9-proef te bewijzen. Hier is het eigenlijk weer een beetje hetzelfde als aan het begin. Wat je hier moet ontrafelen, dat is de decimale notatie voor getallen.